Hoi iedereen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik een shoplog voor jullie. En over een uurtje komt de vlog gewoon online, dus wees maar niet bang. Dan zien jullie ook in die vlog zien jullie de aankopen wat Ines heeft gedaan. En in die vlog konden jullie ook zien dat ik best wel veel heb gekocht. Ik ben onder andere bij Coolcat geweest, bij Forever 21, bij Kruidvat, bij Marks & Spencer's, echt overal. Laten we beginnen met de Forever 21. Daar was ik en ik zag niet zoveel heel erg leuks. Totdat ik op een gegeven moment twee dingen tegenkwam. En het was ook nog in de sale. Als eerste, trouwens jullie zien aan het einde van de video, zien jullie aanbeelden of try-on beelden dat ik het aan heb. Dus daar komen jullie later op. Als eerste, dit witte t-shirt. Met zwarte details. Een zwarte rand om de nek en deze was 6,50. Dus echt een heel mooi shirt. Ja, om lekker te dragen. Dus die. En toen kwam ik tegen deze groene olijven trui aan gelopen. En die is ook best wel heel erg leuk. En is lekker zacht. En is 6 euro. Dat was mijn aankoopjes bij de Forever 21. Dan gaan we naar Coolcat. En de Coolcat in Amsterdam, die gaat weg. Op de Kalverstraat. En daarom hebben ze een hele grote sale. Dus ja, ik kocht een soort van hemdje / giletje. Met daarop Struggle is Real. En deze is super mooi. En het is gewoon grijs met zwart. En deze was maar 10 euro. En eerst was hij maar 30. Dus ik ben blij dat ik hem niet heb gekocht in Zoetermeer. En in Assen. En dan gaan we nu over op alle etenswaren. Ik ga er gewoon een beetje sneller heen, want dan wordt deze video niet mega lang. En daar heb je ook geen zin in. Oké, ik ben als eerste ging naar IJsgod. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Dit zit op de Leidstraat 48 in Amsterdam. En die verkoopt best wel leuke dingetjes. Als eerste, even kijken. Ja, voor wie de mensen die Twinkies kennen, heb ik een Twinkie gekocht. Deze was maar 1,50. En dit is een soort cakeje met roomvulling erin. Die is super lekker. Dus ja, deze. Even kijken. Toen kocht ik voor een video die ik binnenkort wil gaan opnemen op mijn YouTube kanaal. Dat wil ik gewoon een kookvideo doen. En toen dacht ik, laat ik cheesecake gaan maken. Velvety cheesecake van het merk Greens. En deze was maar 1,95 bij IJsgod. En toen dacht ik, is dit niet wat? Dit is Kool-Aid. En de smaak Pink Lemonade. En dit is cafeïnevrij. En dit moet je dan gewoon in een glas of beker of fles water doen. En dan krijg je een smaakje. Toen was ik bij Wirestone. En we waren op zoek naar het boek van Miranda Sings. Nou, het boek konden we dus niet vinden bij de Bijenkorf, maar wel bij Wirestone. Ik heb het boek zelf niet gekocht, omdat die 25 euro was. En dat vond ik veel. Dus ik heb twee andere boeken die ook nog op mijn bucketlist stonden. Op mijn wishlist, sorry dat ik dat uit doe. Maar het is gewoon een tip. Als eerste dit boek van Zoe Sack, Girl Online. En deze was 13,35. Ik snap ook niet waarom 35 cent, maar goed. Dit boek wilde ik al super graag hebben. Het is in het Engels. Dus ik kan gelijk mijn Engels even bijspijkeren. En dan dit boek van Joey Graceffa. En dit boek heet In Real Life, My Journey to a Pixelate World. En aan de binnenkant, heel vet, stonden maar in twee boeken zijn handtekening. Dus ik heb een boek met handtekening. En dan gaan we nu verder naar de Marks en Spencer. Want daar heb ik ook wat leuke dingen gekocht. Als eerste de Chocolate Brownie Mini Bites. En als je deze video ziet, is die al op. Dus deze. Deze zijn super lekker en niet duur. Het is zo'n 3 euro. Dus daar heb ik één van meegenomen. En ik had van die buttermilk pannenkoeken. Gekocht toen met Jamira, sorry. En nu kwam ik bij de Marks & Spencer's
de normale pannenkoeken tegen. Met, even kijken, met scotch pancakes. En dit is lekker made with golden syrup for extra sweetness. Dus deze ga ik lekker proeven. Lekker proeven. En ja, misschien bevallen ze me en haal ik ze vaker. Want voor 6 stuks betaal je 1,25. Of 1,20, sorry. En als dan als laatste van deze hele shop nog aankoop is de Kruidvat Man deodorant 0% alcohol 24 uur. En dit is met Active Fresh. En mijn deodorant was op, dus ik kocht een nieuwe. De shoplog van vandaag. Ik ben met het meeste, ben ik echt heel erg blij. Met de cheesecake kunnen jullie nog meer een video verwachten op mijn YouTube kanaal. Dus kijk daar gauw naar uit. Ik ben echt blij met de twee boeken van Joey Graceffa en Zoe. En ik ben echt blij met alles hier wat hier ligt. Dus het was echt een super geslaagde dag. En ja, dan komen nu de try-on beelden van de kledingstukken. En dan zie ik jullie in een andere video weer. En vergeet zeker de vlog niet te kijken die over een uurtje online staat. Want in die dag ging ik naar Amsterdam met Ines. Dus tot de volgende keer. Doei doei!